Misschien eerst eventjes. Echt mijn liefde is er. Nou, heel liefie. Groot. Dat is leuk, hè? Heerlijk, hoor. Ik ga weer slapen. Een hele goeie... Morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Mini-vloggers. En ja, het is vandaag, dinsdagochtend. Zondagse zij. Ingepakt. Ontbijtje is gemaakt. Koffie. Lekker broodje. En daar is moeder. Koffie, kijk eens. Wat een lekkere verse bak pleur. Voor I love mama. Nou, ik zeg eet smakelijk allemaal. En kijk vanavond gezellig met ons. Lucie is even lekker zijn slaapje doet. Vader de kids naar school fietst. Kan ik even de e-mailtjes doen die weer binnen zijn gekomen. En jullie lieve reacties beantwoorden. Daar wil ik jullie ontzettend even voor bedanken. Want ik probeer elke dag iedereen een hartje te geven. Maar het zijn soms zoveel reacties dat me dat niet lukte. Maar heel erg dank daarvoor. Nu eerst eventjes aan het werk. Tot straks. En ik ben weer thuis. Samen met Lucie. En Lucie is slijm met slijm aan het spelen. En dat vindt ze heel erg lekker voelen. Dat is een heel gek gevoel, hè? Mam, ja. En niet die handje. Doe je ook nog even openmaken? Die is lekker voelen. Kijk, deze had ze van jullie. Matthijs! In een fanmail. Matthijs! Ja. Oh, lijkt wel snottenbel. Een hele dikke snottenbel. Een neus zo. Even kijken hoor. Oeh, die. Die ja. En ook nog blauw. Ja. Blauwe snottenbel. Ja. Oeh. Dat voelt lekker. Oh, moet je ze niet op elkaar doen, hè? Nee. Kijk, eerst lekker de blauw. Oeh, dat voelt echt heel lekker. Ja. Kijk. Al dat zo lekker gevoel, hè, dat slijm. Wow. Ik hier opjouwen? Ja, je hebt de bakjes, kunt erin doen, kunt mee spelen. Kunt in de uit. Nou, als jij dan nog even lekker gaat spelen met het slijm, ga ik even de was strijken. Ik had nog wat was. Zoals jullie hebben gezien, zijn we bijna iedere dag wel met de was bezig. Daar doet het weer in, hangt het eruit. Ik ruim het op, vouw het op en ze gaat ze weer strijken. Tik, lamp aan. Deze was, die hangt nog goed. Wacht even hoor, er moet nog wat strijkwerk bij. Even selecteren wat ik strijk en wat ik niet strijk. Nou, die strijk ik in ieder geval. Deze broekjes strijk ik ook. Maar die dunne hemdjes en spaghetti bandjes en onderbroeken, dat strijk ik natuurlijk niet. Dat gaat gewoon zo weer de kast in. Kijk, die was die zit daar alweer in. En deze was ga ik even strijken terwijl Luxie lekker aan het spelen is. Lucius die doet zijn ochtendslaapje. Die doet eigenlijk
bijna altijd lekker zijn ochtendslaapje als ik de kids naar school heb gebracht. Dan is hij aan het slapen. Blijven jullie zo staan? Ja, jullie blijven staan. Ik had die al even aangezet. Is hij al warm? Dan ga ik eerst even wat strijkwerk doen. Ik ga zo meteen nog kraanvisite. Eigenlijk loopt kraanvisite nog steeds. Kijk, hij is warm. Zo nu en dan komt er weer even wat kraanvisite op de thee, op de koffie. Voor het beschuit bij muisjes te eten en even lusjes te bewonderen. Ook familie, Daniels oom en tante komen vandaag. En zo komt eigenlijk zo gedurende de hele week. Soms ook in het weekend. Deze eigenlijk wel goed. Soms door de week, 's ochtends, komt er nog even wat kraanvisite op bezoek. Maar voordat de visite er is, eerst even nog snel wat strijkwerk doen. Dan hebben we dat ook weer gedaan, voordat de volgende was er alweer aan zit te komen. De was waar nog nooit een eind aan komt. Wellicht bekend. Maar goed, dat is helemaal niet erg hoor. Doe het met alle liefde. Dan kan het weer opgevouwen in de kast. Zo. Hoppatee. Spijkerbroeken ook. Ik strijk vooral de spijkerbroeken en de shirtjes, t-shirts en truien van de kinderen, jurkjes van de kinderen. Maar dit wat ik bijvoorbeeld aan heb van mezelf, dat strijk ik eigenlijk niet echt. Dat trekt wel weer recht als ik het aan heb. En sommigen van jullie zeggen over waarom koop je geen droger? Nou, we hebben een was-droog combinatie in principe. Dus de kleren worden al wat droger dan dat ze de kletsnat uitkomen. Maar als we de kleren uithangen, dan zorg je ervoor dat ze niet zo mega gekreukeld zijn. Dus waardoor ook heel veel kleren ik gewoon niet echt hoef te strijken of gewoon niet zo heel veel hoef te strijken. Nu heb ik ook wel een heel fijn strijkijzer, moet ik zeggen. Dit, met stoom. Waardoor al best wel snel alle kreukels eruit zijn. En ik niet 10 keer heen en weer hoef te gaan voordat de kreukels eruit zijn. Maar goed. Even over, dat was even over de was gesproken. Vandaag gaat het super mooi weer worden nog. Gelukkig krijgen we nog een beetje een nazomertje. In ieder geval deze week. Ik hoop volgende week ook nog, maar deze week in ieder geval. En eigenlijk willen we straks lekker gaan zwemmen. Lucius die is nu 2 maanden en een week. Anderhalf week. Oh, ja, kom eraan. Lucius is wakker, roep Luxie. Vandaag willen we eigenlijk voor de eerste keer met Lucius gaan zwemmen. Gewoon lekker jongens in ons eigen zwembad. Misschien nog lekker in de jacuzzi. Die is niet zo super warm. Die is 34 graden volgens mij. Niet zo super heet, dus daar kan die ook wel in. Omdat het vandaag nog heel erg lekker weer gaat worden. Dus ik dacht een mooi moment daarvoor. Om dat voor de eerste keer te doen. Maar mijn strijkgebeuren wordt weer even onderbroken. Die is altijd even uit voor de veiligheid. Omdat Lucius wakker wordt van zijn slaapje. En hij denk ik even wat wil drinken. Kijk, Lucie zit nog lekker te spelen daar aan de tafel. En Lucie lag heerlijk te slapen in zijn kinderwagen waar we vanochtend in hadden gelegd. En kijk, word jij wakker, jongeman. Word jij wakker, Lucie? Nee, kom maar hier. Je had een beetje honger, hè? We beginnen ook steeds meer een ritme te krijgen, ook met Lucius. Dat we steeds meer merken dat er structuur in komt te zitten. Wanneer hij slaapt, wanneer hij wakker wordt, wanneer hij honger heeft. En 's ochtends als we allemaal wakker worden, wordt hij natuurlijk uiteraard ook gewoon zelf wakker. Dan kleden we hem aan. Vanochtend heeft Luan geholpen met aankleden. Soms willen Lucilla wel eens helpen. Is net even wie al iets eerder klaar is met zichzelf. Want ze moet eerst zichzelf aankleden als ze mij willen helpen. En dan hebben we echt een speelmomentje met hem op het bed nog. In de kinderwagen is hij er nog een beetje bij als we 's ochtends ontbijten. En als we dan de kinderen naar school brengen, dan valt hij meestal in slaap. Hè? Dat is een beetje het standaard wat we nu merken. En het zonnetje breekt door. En dan, als ik dan terugkom, dan wordt hij vaak wakker rond een uur of nu. Dat is nu. Wat is het? 9:30 ongeveer. En dan weer even voeden. Dan is hij zo meteen weer even wakker. Even lekker spelen, knuffelen. Gewoon even rondlopen door huis vindt hij heel lekker. Maar ook gewoon even lekker op zijn buik liggen, op zijn rug liggen, in de box liggen kijken. En dan valt hij weer uit zichzelf in slaap. En dat een beetje de gedurende dag. Ja, heerlijk toch, zo'n leventje. Ja, heerlijk zo'n leventje, zegt Daniel. Ja. Kun je nog herinneren dat jouw leventje zo was? Heel diep van binnen. Heel diep van binnen. Dat je bij je moeder aan de boezem lag. Ja, moeten we niet meer bij nadenken. Maar ja hoor. Uiteindelijk worden ze allemaal zo groot.
Als ze nog zo klein zijn. Hm? Je moeder hecht die liefde in je mond uit, toch? Nee, heel lief. Kijk hoe lief die is, zo licht toch. Zo schatje. Zo lief. En het zonnetje voelt bij weer lekker teun weer met de kids. Ja, het wordt lekker weer vandaag. Dus als we zo meteen de visite hebben gehad, dan springen we lekker de tuin in met z'n allen. Ja? Terwijl Farah nog even geniet van haar morsmomentje met Luxie. Of met Luxie. Ik zeg heel vaak Luxie. Maar Lucie is natuurlijk... Ga ik hier kijken bij onze nieuwe Luxie. Slubber de blubber. Wat ben jij aan het doen? Zijn. Welke kleur is dat? Groen. Nee, dat is blauw. Blauw. Nee, dat is... Groen. 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 Jummy die blubby. Welke kleur is die? Ziet dat er vies uit, Luxie? Nee. Ziet dat er vies uit? Nee. Oké? Voel je maar. Dat is lijn bij 6. Kusjes, lijn bij 6. Lekker spelen, hè, met de slijm. Ja. En hoor de wasmachine weer eens draaien op volle toeren. De was die draait weer, Luxie. Ja. En kijk, gelukkig, door de prachtig schone ramen zie je alweer de eerste zonnestralen. In de tuin komen. Kan het gras mooi opdrogen, hè? En als dan Lu en Lucilla ook vrij zijn, gaan we weer lekker spelen in de tuin. Tuin. Kapsel! Ja, met sluim. Ja, daar kun je nu lekker mee spelen. Kijk eens hoe die nou heerlijk in de box ligt te liggen. Kijken naar de poppetjes. Dat is mooi, liefie. Zit hier naar al die poppetjes te kijken. Die oogjes, die volgen echt al die figuurtjes. Super schattig. Dat is lekker, hè? Even rondkijken. Even rondkijken in de box. Jongen, je wordt al zo groot. Je wordt al zo groot. En zo lief. Och, die heldere oogjes. Ja, dat is lekker, hè? Dat is even lekker in de box. Ja. Wat hij ook heel erg lekker vindt, is in die ring. Dat is eigenlijk een voedingskussen. Maar met Luxie had ik deze ook. En Luxie vond het ook heerlijk om hierin te zitten. Nu kan Lucius nog niet zitten. Maar op het moment dat hij straks een beetje begint te wiebelend begint te zitten. Dan is zo'n ring heel erg lekker. Als hij dan omvalt, dan valt hij niet op de grond. Maar dan valt hij zeg maar in die ring. Vandaar dat ik dat voedingskussen nu gebruik voor een soort van zitje voor hem. Als ik hem nu erin leg, dan ligt hij er nog half in. Maar het is ook wel lekker om een beetje iets rechter op te zitten dan helemaal plat te liggen. Liefie, zal ik jou daar even in leggen? Ik kan nog niet zitten, maar wel al liggen. Wat is dat? Wat is dat? Kijken we ook wel anders dat we deze zo neerleggen. En dan leggen we hem hier. Precies bovenop zo. Kijk, heeft hij zijn ruggetje recht. En dan kan hij zo even rondkijken. En liefie? En dan leggen we hier deze mooie bal neer. Die hebben jullie gekregen. Hij ligt echt heel schattig. Oh. Je bent zo lief. Hij kijkt zo wijs naar de wereld in, hè? Met zijn fronsjes. Ja, hij is zo lief. Gaan we wat vertellen? Gaan we wat vertellen? Oh, oh. Inmiddels is de visite, de kraamvisite, alweer naar huis. Daniel die laat net even de kraamvisite naar buiten. We hebben hier lekker gezeten onder de veranda met even het zonnescherm naar beneden. Want het werd erg heet. Even het afwasje doen, even opruimen. En dan gaan we zo meteen even lekker lunchen, liefie. Adios. Hm?
Och, schatje, kijk dan toch, jongens. Ik kan hier toch niet van weg. Ik moet hier toch gewoon even naar kijken. Het is toch zo lief. Nee? Het is toch zo lief. Och, schatje. Geef je allemaal kusjes. Ach, kijk dan. Dit is toch zo schattig. Zo, we hadden nog een halve meloen. Die ga ik even aansnijden. Even de plank pakken. Als we lekker weer spuiten, krijg ik altijd spontaan zin. Een lekkere, frisse watermeloen. En dan tussendoor. Even lekker een stukje snoepen. Mooi. En de meloen is klaar. En kijk eens. Alsjeblieft. Oh. Luxie, dat is niet op de aanrecht. Van de kraan, zitten voor de kindjes. Nee, hebben we gekregen. Zijn ze boeren zus? En Joyce. Ja. Leuk, hè? Eerst gaan we even een boterhammetje eten. Lekker een meloentje eten. Luxie. Ja, ook een beetje. De kraanvisite die heeft niet zoveel beschuit op neus gehad als jij zelf. Nee, ik heb nog geen beschuit op met de visite. Zag je de handen vrij, Luxie? Die is nu net weer in zijn campertje in slaap gevallen. Nog niet. Gaan we even opgeten. Is smakelijk, hè? Is smakelijk. Vandaag is de dag dat we voor de allereerste keer met onze Lucius echt willen gaan zwemmen in ons zwembad. En het is vandaag ook nog echt lekker weer. Straks als de kinderen thuiskomen zullen ze ook wel in het zwembad willen plonsen. En ik heb even, super schattig, de zwembroekjes en in ieder geval zwemkleertjes weer voor Lucius of weer. Die heb ik gepakt, want die had natuurlijk al, voordat hij werd geboren, kon ik al niet wachten dat hij in de buik zat, dat ik met hem kon zwemmen. Dus die hadden al vrij snel een huis. Dit is trouwens een zwemluier. Dus die kan je, hoef je hier niet nog eens een keer een zwemluier in te doen. Want dit is, als het goed is, moet deze gewoon goed zitten om de billetjes. Had ik ook bij Luxie altijd een zwemluier. Een uitwasbare zwemluier. En een shirtje. Dit is een zwemshirtje. Ik weet niet of die meteen aan gaat doen. Maar misschien als we straks in de jacuzzi buiten gaan. De jacuzzi is overigens niet super heet. Hij is nu volgens mij 34 graden uit mijn hoofd. Dus op zich wel een lekker temperatuurtje om nog even lekker in te kunnen badderen. Maar dan zit hij buiten in de zon. Dus ik dacht misschien ook even dit shirtje. Is een UV-shirtje voor de zon. En deze cape had ik ook al een keertje gekocht. Met het nijntje erop. Echt een zwembad handdoek cape. En ik weet niet precies in wat hij nu past. In zo'n zwemband is hij eigenlijk nog veel te klein. Want hij kan nog niet eens zitten. Dus laat staan in zo'n zwemdingetje. Dus dit is echt als hij een stuk groter wordt. Deze had ik ook al een keer besteld. Deze. Maar ook hiervoor is hij nog te klein. Want ook hierin moet je zitten. Dus deze duurt ook nog even voordat we deze kunnen gaan gebruiken. Wat ik met Lucilla en met Luan en met Luxie eigenlijk altijd heb gebruikt zijn deze zwemtrainers. Nou, die vorige die was natuurlijk lek. Die had wel heel lang niet meer die, bij Luxie. Dus vandaar dat ik even nieuwe heb gekocht. En dit is een zwemtrainer. En ook hier moet hij volgens mij 3 maanden staat erop. Nou, over een paar weken of 3 weken is hij 3 maanden. Dus deze zouden we nu wel eens kunnen proberen. Maar ik kan hem ook natuurlijk gewoon vasthouden in de zwembad. Hier ligt hij in ieder geval in. Hier hoeft hij dus niet in te zitten zoals in deze zwembanden. En dan had ik... Oh ja, ik had er nog eentje. Wacht even. Kijk, nu zijn er natuurlijk ook van die zwemringen waar je baby in kan zwemmen. Wat jullie ook hebben gezien bij de babyspa. En die was volgens ook mij ook in dit soort stofje had je hem ook. Best prijzig. En ik dacht, om nu zo'n zwemring te kopen die best wel prijzig zijn voor 2-3 weekjes. Is misschien een beetje zonde. Dus laat ik eens gewoon een wat goedkopere variant proberen. Een zwemring van plastic in plaats van deze, zeg maar. Deze kunnen ze straks namelijk veel langer mee. Dus deze waren ook best wel prijzig. Maar daar kan hij straks best wel lang al in plaats van een paar weken. Ik weet niet of hij zo'n nekbandje überhaupt fijn vindt. Dus dat is nog maar even afzien. Dus ik had ook deze gewoon even voor nu. Misschien. Hè? Toch ook even gekocht. Om te kijken of dit wat is. Dan moet ik zeggen dat met plastic het altijd een beetje... Ik weet niet. Maar we kunnen het eens proberen. Eerst even kijken wat Luxie aan het doen is. Want Luxie die zit buiten steentjes te verven. Kwam ze zelf mee. Ze had steentjes gevonden. Had ze verzameld. Allemaal in haar jurk had ze dat gedaan. Zij zijn mama steentjes verven. Vandaar even voor haar verf buiten neergezet. En kijk, hier ziet ze super schattig de steentjes te verven. Wat heb je zo mooi gemaakt, liefie? Ik zie niet daarop. Ik zie het, schatje. Die is groen en blauw en rood. Lekker hier in het zonnetje, hè? Ja. Ja? Heb je goed bedacht, hoor. Oh, daar heb je de steentjes liggen, daar. Ja. Die heeft ze allemaal verzameld.
uit de tuin. En dan ga je die daar met de verf allemaal lekker verven. Ja. Hm? Nou, toppie. Dan is het alweer tijd om zometeen Luan en Lucella van school te halen. Hé, hey, en lijkt het je dan leuk om dan straks ook met Lucius te gaan zwemmen? Ja hoor. Dat Lucius meegaat in het zwembad. Ja, zie je. In het grote zwembad. Ja. Dat is wel leuk, hè? Dat heeft hij nog niet gedaan, gezwommen. Mama, ze zo zouden. Ja, je moet mama de baby wel goed vasthouden. Hij kan nog niet zonder bandjes, hè? Nee. Nee, dan moet hij nog even oefenen. Die bandjes heel groot. Ja, en die bandjes die zijn heel groot. Ja, ja. Dat past nog niet, hè? Nee, dat past nog niet, hè? Nee. Liefje. Nou, ga nou even je steentjes mooi afmaken, hè? Ja. Nee, de steentjes even afmaken. Help jij, en dan gaan we zo Luan en Lucilla ophalen. Hm? Met de fiets, hè? Ja. Wil je mee met de fiets? Ja. Ja? Oké. Okay. Ik wil jij op precies opklimmen. Oh, jij wilde je zelf opklimmen, hè, op de fiets? Ja. jij dan zo precies klimmen. Ga je zelf op de fiets klimmen? Ja. Heb jij zin om te gaan zwemmen? Heb jij zin om te gaan zwemmen? Zo schattig. Oh ja, echt waar? Echt waar? Heb je daar zin in? Snel Luan en Lucilla ophalen, goed? Dan gaan we zo lekker met jou zwemmen. Goed? Mam. Ja? Mam, hoe ga ik al mee? Lucius, die blijft even bij papa. Dan gaan wij even Luan en Lucilla ophalen, goed? Ja. Lucius zit even voorop. En daar zijn Luan en Lucilla weer. Nou, en we zijn weer lekker thuis. En we zijn weer lekker thuis. Ja. Goed, sorry, Fiet. Nou, parkeer je fiets maar. En dan zijn we weer thuis. En welkom thuis. Nou, Lucie is net weer even lekker in slaap gevallen. Gaan we eerst even lekker omkleden, de zwemkleding. Het is super warm. Ik heb alle blaadjes weggeblazen, dus we hebben geen blaadjes in het bad. Was het leuk op school, Stella? Ja. Ja? Zo jongens, wij gaan op naar het zwembad. Aha, Lucius snel! Lucius ligt nog even in de kinderwagen. Die neemt papa zo meteen mee. Zo. Even een dek open doen. Ja. Wat zou ik aandoen? Wat jij leuk vindt. Je mag aandoen wat je mooi vindt. Wat jij wil. Ja. En dan een bubbel. Ja, dat is een goed idee. Ja, ja, leuk hè? Is Jezus aan het doen. En wie is dat wakker? Kijk eens, Lucius. En dit is Jezus is aan het doen. Is dat een pakje voor Lucius? Dit is Jezus aan het doen. En ik ook klaar. Zo, kijk, de zusjes. En Lisa. Ja. Zwilling is winning. Dus en Lisa. Ariel. Alleen dat ik kreeg een rokje, want die was kapot. Dus oma had hem even eraf gedaan. Oh, dat is ook wel mooi. Dan zie je Ariel helemaal in zijn geheel. Lucius is er klaar voor. Gaan we hem eerst even aankleden. 1, 2, 3. Tada! En ze heeft zijn zwemoutfit aan. Dit is ook een UV-pakje voor als we zo meteen buiten in de jacuzzi gaan. Maar als eerste gaan we deze eens proberen of die hierin wil. 1, 2. Wee! Nou, Lucius zit al in het zwembad. Ja. Hij zit niet zo leuk. Er zit ook nog een zachte band binnenin, hè? Nou, we gaan het gewoon proberen, jongens, of dit wat is. Ja, als het niks is, dan zeggen we het ook. Ja, nee, jij gaat als eerste, Luan. Als broertje. Zullen we die band maar even af? Ik vind die band niet even een speetje bij je. En die kraag is toch niet zo'n ding, hè? Zat hij niet zo lekker in? Misschien bij die andere. Veilig in mama bad. Het is lekker. Oh. Nou vind. Nou, wat even weer naar het water, hè. Het water is best wel lekker, hè. Even inkomen, want nu hij er eenmaal in zit, vind ik het wel lekker. Ja. Ja,
Oh, gaan we lachen? Ja, gaan we lachen? Gaan we lachen? Zo, de zus bij je. Dit is lekker. Leuk, hè? Ze vindt het wel relaxed. Hé, hey, vriend. Och, is dat een zwemtrainer? Top. Ik heb dit nog wel fijn. In de zwemtrainer. Dat is lekker. Dat is een 2 maandjes. Hè. En dan vind je wel relaxed, vriend. Dan kijk ze ook eens uit. Oh. Kun je met ons mee banen zwemmen, hè? Ja. Heerlijk. Ja, dan komt je grote broer aan en een nog grotere zwemtrainer. En ik blijf natuurlijk gewoon erbij. Ik laat hem niet helemaal los alleen. Zo, dus handjes erboven. Voep. 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 Hé, Luxie. En dan de Lua. Lucilla gaat haar zimmer met een fin aandoen. Kusje. Net is lekker, hè? Zo lekker drijven. Dat vindt hij wel lekker. Even in het begin moest hij even wennen. Even wennen aan het water. Het water is natuurlijk ook niet zo warm als een bad, zeg maar. Volgens mij is het water 28 graden. Dus op zich wel gewoon lekker water. Maar hij moest wel even wennen. Maar nu hij er eenmaal in zit, vindt hij het wel lekker.
genoeg gezwommen? Zullen we dan nu in het jacuzzibad gaan met Broertje? Ja. Nou, op naar het warme jacuzzibad. Woesel, daar mag je toch helemaal niet komen? Op de laatste stoel, hè? Nou. Gaan wij dat even samen doen, jongen? Nou, voorzichtig. Ja, duwen. Zachtjes duwen. Daar, hoor. Zachtjes, geleidelijk. Ja, zachtjes duwen. Zo. Zachtjes. Ja, top. Top, top, top. Nou. Dit is lekker, hè? Ja, kom. Toet, toet. Dat is beter, hè? Ja. Dat is lekker, Lucie. Nou, Lucie, wie had dat nog gedacht zo'n nazomer? Met jou lekker zwemmen in de tuin. Hé, nu kan het nog even, toch? Ja. Heerlijk, toch? Bubbeltjes aan. Ja, hij is niet al te warm, hè? Hij is 35 graden. 35 graden. Ja, ander was 28, deze 35. Ja, dat was ook bij de babyspa. Die was ja. Ook 35. Die was ook 35. Emma, lekker, hè? Is die warm of deze? Deze is warmer. Nou. Hij is in slaap gevallen. Lekker, hè? Kijk eens hoe ontspannen. Lekker chillen, hè? Hij is gewoon in slaap gevallen. Dat is zijn geboorte en ook zo warm bad. Ja, het lichtbad was ook 35 graden toen hij ter wereld kwam. Niet ijzer. Ik ga even voor de water. Uit. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.